Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video, of beter gezegd bij een video. Want dat is alweer heel erg lang geleden. Maar ik heb eindelijk een video waar mijn volgers al heel lang op wachten, namelijk de New Yorkse vlog. Het is alweer 2 maanden geleden dat ik in New York ben geweest. Maar ik had gewoon vanwege mijn baan en alles geen tijd om deze video op te nemen. En nu had ik er super veel zin in. Ik heb echt vrijwel alles netjes in een la bewaard, niet gebruikt, echt bewaard voor de shoplog. Misschien zijn er een aantal producten die ik al gebruikt heb, die ik hier nu niet heb, maar die heb ik dan al in vlogs en zo laten zien. Maar volgens mij is het bijna alles, dus ik ga er lekker doorheen. Ben je nou een trouwe volger, ben je blij dat die eindelijk er is, de video, doe even je duimpje omhoog. En ben je hier nieuw, hoop ik dat je het leuk vindt en doe dan ook even je duimpje omhoog. Laten we beginnen. Ik weet niet meer alle prijzen en alles in exact, maar dat heb ik echt heel veel daarvan heb ik al in mijn vlogs verteld. Ik denk dat jullie dat ook niet per se heel boeiend vinden. Heel veel was ook in de sale. Ik ga gewoon lekker alles laten zien. En ik pak random wat ik zie. Ik heb maar 1 kledingstuk gekocht. Ik had namelijk niet zoveel ruimte daarvoor. En dat is deze trui van de H&M. Iets wat je volgens mij ook gewoon in Nederland kon kopen. Maar ik zag hem voor, ik geloof, 20 euro. En ik vond hem echt super leuk. Ik heb hem ook echt al best wel vaak gedragen. Het is alleen lastig dat dit wit is en dit gekleurd. Dus dan deed ik hem bij de witte was. Het is gelukkig wel goed gegaan. Maar ja, het wordt natuurlijk super snel vies voor als je, zoals ik, make-up op je gezicht draagt. Maar hele leuke trui. Hele leuke kleurtjes, word ik super vrolijk van. Bij de Forever 21 hadden ze super veel sale. En daar heb ik wat sieraden gekocht onder deze oorbellen. Nog meer. En ook nog een aantal oorbellen die ik nu niet hier heb. Ik dacht, ik hoef ze niet allemaal te laten zien. Want ik heb ze al in mijn vlog laten zien. Maar ik heb deze. Die waren echt $2-3. 4 max, maar echt heel goedkoop. Deze. En dus. Deze. En ik ben er zo blij mee met die oorbellen. Het was allemaal 50% korting. En ik had eigenlijk nog veel meer moeten halen. Want in Nederland heb je niet zo vaak van dit soort leuke grote. Nou ja, Forever 21 zit hier ook. Maar ik heb ontdekt dat ik grote oorbellen echt super leuk vind. Dus ik ben er heel erg blij mee. En daar kocht ik ook een Popping Cooking setje. Ik heb ook nog een donut setje en een Noodle Raymond setje. Maar die heb ik niet meer. Lekker old school. Ze kosten nu $2,50. En die zijn echt super leuk om te maken. Heel random wel. Oh ja, bij de H&M had ik ook nog dit heuptasje gekocht. Die je ook gewoon in Nederland kan kopen. Maar het was oud en nieuw. Toen ik daar was en ik wilde zo'n een tasje die een riem en een tasje samen zijn, zeg maar, voor bij het jurkje dat ik aan had. Dus daar heb ik heel veel plezier van gehad. En als ik uitga of zo, wat ik nu niet zoveel doe, maar ik denk ook in de zomer weer, heb ik heel veel plezier hiervan. Ja, niet typisch New York dus, maar echt wel heel blij mee. Dan iets waar ik zo blij mee ben dat ik het nu eindelijk al ga gebruiken. Ik weet niet meer bij welke winkel het was, of het Target was, of een van die winkels. Ik heb het in mijn vlog laten zien. Maar daar zag ik dus voor $5 2 mokken. Ik mocht er van mezelf 2 kiezen. En dat zijn deze 2. En daar ben ik zo blij mee. En ik kan niet wachten om ze hier neer te zetten. Alleen ik heb er nog niet echt plek voor. Dus ik moet even kijken hoe ik dat ga doen. Want ik heb, zeg maar, heel leuk hier allemaal plankjes met allemaal glazen en mokken. Deze vond ik zo fantastisch. Ik was ook bij de... Hoe heet die winkel nou? Het Mos? Nee? Hoe heet het? Anthropology geweest. Ik ken het niet, maar mijn tante wilde daar heel graag heen. En daar hadden ze geweldige dingen, heb ik ook gevlogd. Ik heb er maar 2 dingetjes gekocht, volgens mij. Deze haarband, die je waarschijnlijk heel veel in mijn vlogs al hebt gezien. Ik vind hem echt geweldig, ik ben er heel erg blij mee. Het is best wel bij haarbanden, wist ik helemaal niet. Heb je blijkbaar echt de juiste vorm voor je hoofd nodig. En deze is hier plat en hier bol. En sommige zijn hier ook bol, dat staat minder mooi bij mijn gezicht. En hij zit ook heel erg lekker. Ik krijg er helemaal geen last van. Omdat hij gewoon super comfortabel is. Dus echt mega blij met deze haarband. En ik kocht een sjaal die helaas wel heel erg pluist. Dus ik had een wollige jas van mijn tante aan die dag. En daar kon je deze sjaal echt niet mee dragen. Maar met heel veel jas wel. Ik vond het zo'n Charlotte sjaal met deze kleuren dat ik hem moest hebben. Beetje zonde, want het wordt nu mooier weer. En ik heb hem nog niet gedragen omdat ik het in de shoplogbak had liggen. Maar een hele leuke, echt een hele leuke sjaal. Lekker dik, wel dus een beetje zo'n, niet het beste materiaal, maar wel echt, ja. Superleuk. En dan is hij maar voor volgende winter. Bij de Victoria's Secret kocht ik een BH die sowieso nu echt mijn lievelings is. Die heb ik nu ook aan, die ga ik niet laten zien. Maar ik heb daar 3 BH's gekocht met korting en ik baal echt dat ik er niet meer heb gehad, want ze zijn fantastisch. Ook heb ik deze gekocht. Volgens mij was deze uiteindelijk echt maar $12,50 of zo. Gewoon een roze met een heel klein beetje vulling erin. En hier staat dan Victoria's Secret op en hij is super zacht. Ik heb er nog één, bedenk ik me nu. Die ga ik even boven pakken. En dit is de andere. Ook lekker zacht van binnen. Waarom zit er een koffievlek op?
En gewoon, ja, sexy. Ik heb niet snel dat ik echt fan ben van merken en zo, maar bij dit, Victoria's Secret, vind ik echt dat ze hele goede BH's verkopen. Dan ben ik ook bij Yankee Candle, bij Bath & Body Works geweest. Kon ik ook niet veel kopen. Ik heb voor Lot 2 van zulke kaarsen gekocht en ook voor mezelf. Deze had ik ook voor haar, dat is Tis the Season. En ik ben heel slecht in geuren beschrijven, maar ik vind hem een beetje, ik zeg wel gewoon wat erin zit. Rich Red Apple, Sweet Cinnamon en Cedarwood. Ik vond het wel een beetje tegenvallen, de keuze aan kaarsen, omdat het sale was. Sale is natuurlijk leuk, maar ook weer niet. Als je echt voor bepaalde dingen komt, grote kans dat het er niet is. En de Twisted Peppermint, en die is met Cool Peppermint, Sugared Snow, Vanilla Buttercream en Musk. En deze branden dus 25 tot 45 uur. Ik vind dat trouwens altijd zo raar. Dat is gewoon een verschil van 20 uur. 25 tot 45. En het gekke is dat deze dus ook 25 tot 45 uur brandt. Want deze heeft dus 3 lonten. Daardoor gaat hij waarschijnlijk eerder op. Maar deze vind ik echt de hemel. Dit ruikt gewoon puur naar watermeloen limonade. Hier zit watermelon ice, sparkling water, Meyer lemon with essential oils. En dit is gewoon, ik kan niet wachten tot deze nu eigenlijk mag gaan branden. En het heet dus nu White Barn of zo en niet meer Bath & Body Works. Ik snap het niet helemaal, maar goed. Ik ben ook bij Lush geweest op de eerste dag, want ik ga dus ieder jaar naar de Lush kerstsale. En nu was ik in New York en het was super zonde om daar dingen te halen, aangezien je het ook in Nederland hebt. Maar ja, anders kon ik geen 50% korting dingen kopen. Dus ik heb super veel Bath Bombs gekocht, waarvan ik er echt al 10 gebruikt heb. Dat heb ik ook in mijn vlogs laten zien. En 2 flessen van mijn lievelings shower gel, de Snow Fairy met 50% korting. Maar die is natuurlijk loodzwaar, dus ik heb er eentje bij mijn tante in New York laten staan. Vet zonde, ik hoop dat die nog naar Nederland komt. Anders heb ik uiteindelijk niet eens korting gehad in feite. Maar dit vind ik zo lekker, ik moest hem nog hebben. En dan heb ik nog een aantal dingen. Ik heb een Candy Cane Reusable Bubble Bar. Die ga ik er niet uithalen. The World's Smallest Disco Bath Bomb. Ik bedoel, deze shoplog is al lang genoeg, dus ik ga niet ook al deze dingen er nog uithalen. Maar dit laat ik altijd in mijn vlog zien. En ik heb nog Butterbeer Soap. En Candy Cane Toothpaste Jelly. Maar ik had dus nog veel meer dan dit. Dan heb ik bij Victoria's Secret ook een aantal sexy ondergoedjes gekocht. Super grappig, want ik ben dus juf. En mijn kinderen kijken hier ook naar. Nou, hallo jongens en meisjes. Ja, lekker boeiend. Ik ben ook gewoon een mens. En een mens draagt ondergoed. Deze is super sexy. Die zal ik even van dichtbij laten zien. Die heb ik ook in het zwart. Ja, eigenlijk draag ik dit soort dingen niet echt vaak. Maar dan ben je daar en dan denk je, leuk. En dan was het ook nog in de sale. Dus dit met zo'n heel mooi zijkantje. Ik merk trouwens wel dat nu ik weer aan het filmen ben, ik het weer helemaal leuk vind. Dus ik moet het gewoon weer eventjes de draad terugvinden. Nou, deze. Kunnen jullie het zien? Ook in het rood. Die heeft dus velvet van voor en van achter. Dus zeggen ze, ja, dan deed je net een cadeautje. Oh, ik vind het zo grappig dat de kinderen hier naar kijken. En in het roze. Ik zal het even laten zien. Ik vind dat mijn camera zulke mooie scherpe beelden maakt als je naar voren komt. Echt satisfying. Ook had ik deze. Die heb ik ook in een panter. Ik weet niet waar die is. Een beetje gewoon, ja, comfy. Super zacht. Met hier zacht en hier een beetje een ribstofje. Een onderbroekje. Ik weet niet hoe je dit noemt. En, oh, dit is van de Forever 21 weer. Alles ligt een beetje uit elkaar. Dit was echt super cheap. Ik draag bijna nooit meer bralettes, maar nu met hardlopen is dat wat chill. Zo'n bralet, nou die kostte echt geen drol. Vond ik super leuk om ook mee te nemen. Alle bonnetjes en tasjes. Ik dacht, mocht ik de prijzen winnen, maar ik vind dat echt te veel gedoe. Niet nodig. En ik kocht, die helemaal verstopt is, deze. En die is ook super groot, maar het handige was dat ik hier allemaal dingen in kon doen. En daardoor kon ik hem wel gewoon in mijn koffer meenemen. Een hele mooie beauty case, omdat ik ook nu een vriend heb waar ik vaak naartoe ga. Ik heb deze nu niet daar staan, maar die kan ik bijvoorbeeld daar zetten met allemaal spullen erin in plaats van de tas die ik daar nu heb staan. Of als ik op reis ga. Wel heel groot en zo hoor. Ik weet niet of het per se super praktisch is. Maar ik vond hem gewoon echt prachtig. Hij had ook 50% korting. Ik heb mijn favoriete deo ingeslagen. Ik heb er al 2 gebruikt inmiddels. Heel erg jammer. Ik heb er ook nog meer gehaald op de laatste dag. En die heb ik toen in de winkel laten liggen. En toen was ik al super ver weg. Ook jammer dat ik niet meer hiervan heb kunnen halen, want ik vind Secret deodorants de beste op aarde. Deze gebruik ik op het moment, zeg maar, ik heb er nog één, vind ik echt heerlijk.
Powder Fresh heb ik al jaren, zeg maar, als iemand voor me meenam uit Amerika. Vind ik ook top. Beste deo ever, dus jammer dat ik er maar 3 heb. En ik kocht nog, heb ik ook in mijn vlog laten zien, deze mini Vaseline. Ik hou gewoon van Vaseline en deze minietjes zijn ideaal. En als ze op zijn kun je ze gewoon weer bijvullen. Het is gewoon handiger dan dat je zo'n mega Vaseline mee op reis neemt de hele tijd. Op reis gewoon overdag, zeg maar, in het as. Op de luchthaven kocht ik mijn favoriete foundation. Want die was daar 50% korting, wat ik super relaxed vond. Ik heb er 2 gekocht. Eentje gebruik ik, doe je super lang mee. Dat is deze, dus de NYX Total Control Drop Foundation. Een hele dunne, waterige foundation, wat voor mij perfect is. Want ik haat dikke foundation. Ik gebruik kleur 10. Bij nog een drogist kocht ik dit masker. Die heb ik in een vlog getest. Daar had ik er 2 van en er zitten er ook 2 in elk masker, zeg maar. Een fel roze peel-off masker van Soap & Glory. En, ik weet niet eens, dit zit allemaal al heel lang in die mand, dus ik zie het nu pas weer. Oh, zo leuk. Van Yes to Carrots, Yes to Grapefruit. Geen idee of je het ook in Nederland hebt, maar ik zag dat ik wilde het hebben. Namelijk deze 2 maskertjes. Een Brightening Unicorn Peel-Off Mask en een 2-Step Unicorn Lip Kit. Alleen al om cadeau te krijgen of geven, fantastisch, ziet er zo leuk uit. Ik ben hier echt, ik hou hiervan. Op dit vlak ben ik echt een meisje van 8 of 5. Superleuk. Ik kocht 3 body spray splashes. Daar ben ik echt obsessief mee. En die zijn ook zo goedkoop. En volgens mij heb ik geuren die... Ze zien er anders uit dan die ik al heb. Maar ze zijn best wel een beetje hetzelfde qua geur. Ik heb de... Heeft het ook een naam? Oh, Love Spell. Oh ja, het waren de Frosted edities. Dat is het. Love Spell is mijn favoriete geur. Grappig ook, Ruben vond die altijd heel lekker ruiken. En Ha vindt die ook heel lekker ruiken. Die is bijna op. Maar dit is dan Love Spell Frosted. Het is bijna hetzelfde. En Winter Orchid. En Bare Vanilla Frost. En dan dit ruikt naar vanilla. Nou ja, de geuren doet er niet zoveel toe wat voor geur dat is. Maar echt blij mee. Ik weet niet meer wat ik ervoor heb betaald. Maar het kostte volgens mij uiteindelijk echt $3 per flesje of zo. Of 5. Ik vind het super leuk. Ik heb er ook expres niet echt meer naar gekeken. Zodat ik nu... Nee, die is al gebruikt. Voor mij ook een beetje weer een verrassing is wat ik nou ook weer allemaal heb gekocht. Superleuk. Ik heb nog... waar heb ik deze ook weer gekocht? Bij de... Oh, ook bij Victoria's Secret. Zo'n BH. Ik draag dat nooit, maar ik vond het best wel leuk om zoiets een keer te kopen. Ik vond het ook best wel sexy. Het heeft hier wel een beetje dit erin, zodat het je ding bedekt, zeg maar. Maar wel echt... Of niet, dat het een beetje steun biedt. Ik weet niet meer wat het was. Maar ik vond hem echt heel erg sexy en cute. En hij kostte ook echt zo weinig. Dus die heb ik meegenomen. Ik heb echt heel veel mazzel gehad met de sale. Oh ja, deze haarband van de H&M heb ik ook gekocht. Die heb ik met New Year's Eve gedragen. Oh, ik vind haarbanden zo lekker zitten. Het haar uit je gezicht. Ik probeer niet aan mijn haar te zitten. Leuke haarband. En dit, ja, dit is wel een beetje miskoop eigenlijk. Dit kocht ik nog bij Forever 21 omdat het ook super goedkoop was. Maar dit draag ik echt niet. Ja. 2 sportleggings die ik nu eindelijk kan gaan dragen bij Victoria's Secret. Ook mega sale. Ja, dit soort leggings zijn mijn favoriet. Ik heb die van Chiquelle die ik heel fijn vind, maar deze lijken er erg op. Ja, niet heel veel aan te zien. Het is gewoon een zwarte legging. Hier staat pink. En bij de ander, ja, ook pink, dezelfde. Gewoon heerlijk. Ik ben echt geobsedeerd met dit soort leggings. Ik draag het zelfs soms naar mijn werk als broek. En, oh ja, dit is dat andere onderbroekje wat ik zei. Wel leuk. Gewoon lekker comfy. En nog een... Dit is ook een miskoop trouwens. Want waarom... Ja. Dit is ook van een Forever 21. Het was daar zo extreem goedkoop. Dat is deze soort body. Maar... Oké. Okay. Ik weet nog niet wat ik daarmee moet doen. En... Dit was volgens mij 1 euro of zo. Bij Forever. Deze sokken. Zeker niet nodig in mijn leven, maar wel heel schattig. Was dit het? Ja. En echt ook even mijn favoriete aankopen waar ik heel veel plezier van heb. Is dit tasje van Victoria's Secret. Ik heb toen heel erg... lamp. Hij viel bijna. Heel erg getwijfeld of ik hem moest nemen, want ik vond hem zo heftig. Maar ik vond hem echt fantastisch. Het irritante is als je loopt... Oh, nou dit. Hoor je de hele tijd. Maar hij is zo leuk. Dus ik ben hier blij mee. Dit was het.
was mijn New York shoplog. Ik hoop dat jullie het super leuk vonden. Heb je mijn New York vlogs niet gezien? Kijk ze zeker, want ze zijn echt heel erg leuk geworden. Ik heb jullie met heel veel meegenomen. Ik was er natuurlijk alleen, dus dan vlog je automatisch ook meer. Omdat je, ja, ik deelde gewoon alles met jullie. Kijk die vooral en doe dus echt even je duimpje omhoog als je deze video leuk vond. Ik hoop het. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie weer bij een nieuwe vlog of op Instagram. Doei!